deze vierde dagelijkse vlog. Het is vandaag donderdag. En zoals jullie misschien kunnen zien heb ik al gedoucht en mijn make-up eventjes gedaan. Ik heb nog wel mijn badjas aan. Want er is een pakketje van Monki en die wil ik eventjes openmaken. En dan hoop ik dat daar iets in zit wat ik aan kan trekken. Dus dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Het is nu volgens mij 11:30 of zo. Ik ga zo meteen eventjes ontbijten. En dan om 12:30 komt Charlotte hier. Want voor de mensen die het misschien ja, wel of niet weten, ik weet niet. Charlotte en ik die hebben samen een webshopje. Die staat nu wel offline. Daar doen we nu eventjes niks mee. Maar we moeten natuurlijk wel belastingaangifte doen. En we zijn ons wachtwoord kwijt en vergeten. Dus we moeten samen eventjes langs de ING. Daarvoor moeten we naar buiten. We hebben het aangevraagd, maar je moet dat wachtwoord dus in een, ja, in een kantoor moet je dat ophalen. En omdat we samen eigenaar zijn, moet je dat samen ophalen. Dus vandaar dat we eventjes naar buiten gaan. Maar ja, dat is niet anders, want we moeten die aangifte wel doen. Vanmiddag gaan Miu en ik, als het goed is, naar Zoe en Mark toe. Of ze komen hierin, dat weet ik niet. En dan gaan we lekker cocktails maken. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Heb je nou zin in deze vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. En dan gaan we snel beginnen met het Monki pakketje openmaken. Want daar heb ik heel veel zin in. Kijk, het pakket is echt mega groot. Ik zit even kijken waar ik jullie kan neerzetten. Ik heb wel eens eerder een samenwerking met Monki gehad. En ik mocht nu weer wat dingetjes uitzoeken. Ik mocht een onderstuk kiezen, een bovenstuk en 3 accessoires. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop zo dat de broek die ik heb gekozen past. Voor de mensen die de vorige Monki shoplog toen destijds hebben gezien. Een maandje geleden of zo was dat. Had ik dus een broek gekozen. Echt een hele, hele mooie mom jeans. Super mooie kleur. Alleen hij paste niet. Dus ik heb nu diezelfde. Maar dan in het zwart uitgekozen. En in een maatje groter. Dus ik hoop dat deze wel heel erg mooi zit. En niet te lang wordt. Maar ik heb dus al een paar lichte mom jeanses. Mom jeanses, is dat een woord? Ik weet niet. Ik heb in ieder geval meerdere broeken dat een mom jeans model heeft. En ik was echt op zoek naar een zwarte. En toen mocht ik wel wat dingetjes uitzoeken bij de Monki. En toen zag ik hem dus. En toen dacht ik, nou weet je, ik waag het er gewoon op. Dit is hem, maar hij ziet er wel een beetje groot uit. Maar ja, die vorige maat vorige keer paste niet. Dus ik hoop dat deze past. Ik zal hem zo meteen eventjes voor jullie aantrekken ook. Dan zitten er schoenen bij. Wat ik eigenlijk nooit echt uit mezelf zou kiezen, denk ik. Maar ik zat dus de vlog van Emme te kijken. En zij had deze schoentjes toen besteld zelf bij de Monki. In het zwart. En toen zag ik ze. En toen ging ik op die link klikken, want het stond in de beschrijving. En toen zag ik ook oranje. En ik dacht, ik weet niet, maar ik vind het op een of andere manier gewoon heel gaaf. En ja, dus ik heb ze besteld. Wel in een maatje groter dan mijn eigen schoenmaat. Omdat Emme zei dat ze dus best wel klein vielen. Maar het zijn dus deze soort van melkjes of zo. Ik had ze wel iets minder fel oranje verwacht. Ik dacht dat ze iets meer koraal waren. Maar ik vind dit wel echt iets hebben. Misschien had ik voor zwart moeten kiezen. Maar ja, volgende keer. Okay. Ik vind het wel echt een leuke kleur voor als je bruin bent. En dan mooie mom jeans erboven of zo. Of ja, ik weet niet. En hier heb ik dit ook. Natuurlijk het andere voetje. Dus die. Dan een spijkerjasje. En in mijn vorige Monki unboxing zeg maar, had ik ook een spijkerjasje uitgekozen. En die was met panterprint. En daar ben ik echt super blij mee. En ze hebben die in heel veel verschillende kleuren. Dus ik heb die nu weer in een ander kleurtje uitgekozen. Namelijk een beetje in ja, een crème zandkleurig jasje. Het is dus een spijkerjasje. Ik vind deze echt heel erg leuk. En vooral omdat die stiksels dus ook bruin zijn. Echt heel erg leuk vind ik deze. En deze heb ik in een XS volgens mij. Ja, zodat die nog extra oversized valt. Dus die. En dan heb ik nog 2 zonnebrillen uitgekozen. Even kijken. Als eerst deze. En ik vind deze echt heel erg leuk. Het is zo'n cat eye. Hij staat wel een beetje scheef volgens mij. Als je trouwens iets hoort, nieuws beneden een smoothie aan het maken. Maar in ieder geval die zonnebril. En dan heb ik er nog eentje. En deze zonnebril die ik nu ga laten zien is wel iets aparter. Maar ik vond dat wel gaaf voor festivals en zo. Het kind van hiernaast is gewoon weer aan het huilen. Als je mijn vlog van gisteren hebt gezien, was die ook al heel dag aan het huilen. Maar in ieder geval deze. En ik vind het heel gaaf voor een festival. Het ziet er zo heel lomp uit. Maar als je dit leuk stelt en zo, vind ik dit echt heel erg leuk voor een festival. Als die hopelijk dit jaar doorgaan, maar goed. En er zitten ook van die hoesjes bij, dus daar kan je ze goed in bewaren. Dat is wel heel erg chill. Dus dat zijn weer alle items die ik van Monki heb mogen ontvangen. Ik ga eventjes die broek passen, want die, ja, die wil ik aan eigenlijk vandaag als die past. En die schoentjes. Oh, ze passen wel. Ik weet niet of je het kan zien. Ze passen wel. Het is niet
helemaal mijn ding. Maar daarom vind ik het juist wel grappig om het uit te proberen. En ik ben blij dat ik een maatje groter heb genomen. Oké, ik ga eventjes even oppassen. Ik heb de broek aan en hij past. Ik heb hem wel eventjes opgerold aan de onderkant. Want anders vond ik hem net niet mooi qua lengte. Maar hij is wel een beetje groot aan de achterkant, zoals je misschien kunt zien. Maar verder zit hij op zich wel prima. Ik vind het echt best wel een leuke mom jeans. Ik twijfel of ik hem zou aanhouden vandaag. Ik denk het wel gewoon. Ik zit eventjes te twijfelen wat voor shirtje ik hierop zou doen. Ik denk dat ik het een beetje zou stylen op deze manier. Deze body is van de Zara. En dan met die broek van de Monkey. En dan met een leuk houthakkersblouse eroverheen. Deze is dan van Miu. Maar dit vind ik wel een leuk outfitje, denk ik. Ik ga even ontbijten, mijn tanden poetsen. En dan wachten we op Char, want die is hier over een half uurtje. En dan naar de ING. Ik ben nu thuis van de ING met Char. En mijn schoenen zijn binnen, dus Miel gaat hij nu even openmaken. Ik zal hem niet filmen. Wel een beetje achter hebben ze ingepakt. Ja? Zo gegooid mee worden. Oh, wat mooi. Nou, deze ga ik dus customizen. Wat zijn de? Ik weet niet eens hoe deze heten. Deze dingen. Oh ja, de Nike Air Force One GS. En ik heb ze in een 36,5. Want er stond op de site dat je een half maatje groter moest bestellen. Dus. Oh, ik heb nu echt zin om deze te doen. Maar ik ga het morgen doen. Niet nu. Oké, en dan is er nog een pakketje voor mij. Jeetje, wat een feest vandaag. Van de Easy Putty. Ik had een eyeliner besteld. Niet dat ik dat gebruik, maar ik wil dat gewoon hebben. Deze. Even kijken hoor. Oh, hij is wel heel klein. En heel vies. Lijkt wel alsof hij gelekt heeft. Deze. Het is gewoon zo met zo'n korstje. Oké, ik ga dit boven even opruimen en neerleggen. Gaan we vandaag de tuin doen? Of morgen? Ja, vandaag. Zo, en Mark komen trouwens hierheen. Omdat hier niemand is. We moeten even kijken of we nog alle kalhallen hebben voor de cocktails. Ik ga die spullen even boven zetten en oude kleren aandoen. Want we gaan dus de tuin helemaal schoonmaken. Super chill. Zoveel zin, jongens, om die schoenen te customizen. En trouwens, bij de ING trouwens met Charles echt super snel klaar. Want we hoefden alleen maar ons wachtwoord op te halen. Een geurtje zat er ook bij. Oeh, die stinkt. Oeh, had ik die nou maar niet opgespoten. Want die stinkt echt als een malle. Oké, ik ga even andere kleren aantrekken die vies kunnen worden. En dan gaan we de tuin schoonmaken. Nou, de tuin is schoon. Alleen je ziet echt dat die kussens helemaal paars gekleurd zijn. Dus er moet eigenlijk eventjes andere omheen. Volgens mij hebben we nog andere. Maar dat weet ik niet zeker. Kijk eens wie we daar hebben. Wij gaan lekker cocktails maken. Nou, we hebben er al één gemaakt. Of nou, Zoe heeft er al één gemaakt. We gaan voor poging 2. Aardbeidjes, we gaan een aardbeienmojito maken. En de mannen daar, heel ver in de verte, die hebben al een eigen drankje gemaakt. Nou, nu zijn wij nog. Ja. Miu, doe even de right foot slide en de left foot slide. Als surprise voor Fleur. Nee, dit is niet van de tuin. Bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a motherfucker in a house bored. And I'm bored in a motherfucker in a house bored. Bored in a house, bored in a Het is alweer het einde van de avond, het is 00:30. Mark en Zoe zijn net weg, het was echt heel erg gezellig. Ze kwamen hier in de middag, toen gingen we cocktails maken, toen hebben we lekker avond gegeten.
En toen hebben we weer verder cocktails gedronken en spelletjes gespeeld. Dus dat was heel erg leuk. Maar ik heb verder niet echt gefilmd omdat het gewoon best wel gezellig was met hun samen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze dagelijkse vlog. Morgen natuurlijk weer een nieuwe om 12 uur. En in die dagelijkse vlog ga ik voor jullie mijn schoenen customizen. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vinden. Ik hoop dat jullie deze vlog ook een beetje leuk vinden. Volgens mij is die wel ietsjes korter geworden. Maar ja, ik hoop jullie morgen weer te zien. En slaap lekker!